nieuw begin voor mij. Ja. Net als ik, toen ik begon ook in Nederland. Ja. Ik had toen ook veel zin om te voetballen. En vanaf het moment dat ik... getekend heb met Barcelona. Ik krijg weer de zin om te voetballen. Dat is het belangrijkste voor een speler. Ik kan wel hier beter presteren dan PSV. En Cruijff zegt tegen jou natuurlijk... Blijf gewoon daar. Alleen afmaken. Zegt Cruijff dat? Ja. Cruijff zegt natuurlijk niet te veel lopen, Romario. Nee, nee, niet veel. Dat is toch niet het belangrijkste. Ik hoef niet veel lopen. Jij hoeft als je niet... nodig is, natuurlijk moet ik ook een beetje helpen. Ja. Maar normaal gesproken, ik hoef niet zo veel lopen. Je hoeft niet veel te lopen? Maar ik loop ook niet veel. Ken jij mij wel? Jij hebt nog nooit zo'n trainer gehad? Nee, dat is de eerste. Dat is mooi voor mij. Een trainer als Cruijff had jij nodig? Ja. Ik zei tegen hem, kan ik 4 dagen naar Brazilië? Ja. Hij zegt maar, jij krijgt toch 6 dagen vrij, dan, waarom ga jij niet 6 dagen? Aha. Heb jij ook nog nooit meegemaakt natuurlijk? Nee, ook niet. Ik ken hem alleen 4 maanden. Dat is de tijd dat ik hier bij Barcelona zit. En tussen deze tijd, we hebben een paar keer gesproken. Ja. Hij is wel goeie hoofd. Cruijff, een goede gozer? Ja? Mooi vent. Mis je Nederland of niet? Jawel. Pardon? Daar ben ik begonnen, 4,5 jaar geleden. Ja. Daar is mijn dochter geboren. Aha. Daar heb ik een paar vrienden. Ja. Dus mis ik wel. 2 weken geleden ben ik daar geweest. In Nederland? Ja, in Eindhoven. Ben je even langs geweest bij PSV? Ja, tuurlijk. Ja? Atemos gesproken? Eventjes, ja. En? Zei die, heb je niet een nieuwe Romario voor mij of zo? Heeft zo, ja, ongeveer zo gevraagd, ja. Heeft u dat gevraagd? Ik heb een paar naam voor hem genoemd van Braziliaanse speler. Welke? En ik denk Edmundo. Edmundo? Hij speelt bij Palmeiras, een Braziliaanse ploeg. En welke naam nog meer? Zinho, ook bij Palmeiras. En Valdir is een spits van Vasco da Gama, mijn oude ploeg. Hoe heet hij? Valdir. Kon je het goed met hem vinden, met Atemos? Denk het wel. Ja? Denk het wel, ja. Dus als Atemos eerder was gekomen bij PSV? Ik weet zeker dat de PSV niet in deze situatie nou. En was jij misschien wel gebleven? Ja, misschien wel. Of zeker. We missen je vreselijk. Zoveel? Ja, we missen je heel erg. Ik vind het jammer voor jullie. Wordt Brazilië wereldkampioen? Dat hoop ik wel. Zou het niet mooi zijn, een finale Brazilië-Nederland? Ja, dat zou ik wel vinden. Maar wie moet dat winnen dan? Ja, dat wil jij. Ik moet winnen. Jij moet winnen. 1-0 en een doelpunt van Romario. 1-0 en een doelpunt van Romario? Ja, dat is toch niet slecht. Weet je wat mijn gevoel is over het wereldkampioenschap in Amerika? Dat jouw toernooi gaat worden. Ik heb ook hetzelfde gevoel. Ben ik bijna zeker. Dat die worden deze toernooi, mijn toernooi. Jouw toernooi? Ja. Maar als Brazilië wereldkampioen wordt, waar eindigt Nederland dan? 2e plaats. Ja. Dat is niet slecht. Dan worden we weer 2e. Mogen wij ook 1 keer wereldkampioen worden? Wij zijn nog nooit wereldkampioen geweest en jullie wel. Wij 3 keer. Ja. Mag Nederland het ook 1 keertje worden? Jawel, mag wel. Mag wel, hè? Ja, over 8 jaar. Waarom lach je nooit naar een doelpunt? Geen tijd om te lachen. Je kijkt altijd zo serieus. Dat als ik je doelpunt maak, ik moet concentreren voor de volgende. Want heb je een doelpunt gemaakt, die andere jongens komen blij op jou af. En jij doet zo. En dan wil je ook liever niet dat ze jou omhelzen. Want als ze het zo doen bij jou, dan doe jij al een beetje zo van. Het is veel te warm, hè, als je speelt. Ja? Ja. Jij wil niet al die jongens aan, nee, hè? Ja. Hou je daar niet van? Ik hou niet van mannen. En niet te dichtbij? Nee, niet zo dichtbij, nee. Nee? Ik heb laatst een lijstje gemaakt van de beste 10 spelers ter wereld. Gewoon de beste voetballers aller tijden. Ja? 1 Maradona, 2 Pelé, 3 Romario. Zo, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik ben wel blij. Daar ben je wel blij mee. Ik vind het leuk, ja. Ja, en Cruijff stond op de 4e plaats. Zo.